In de afgelopen 15 jaar is de levensduur van bedrijven met 80% verminderd. Het is nog nooit zo langzaam gegaan. Er zit zoveel potentieel in organisaties, in teams, in mensen, dat niet volledig wordt benut. Het probleem wat ik constateer, wat ik zelf ook had als ondernemer, waarop selecteer je nou professionals? Dat doen we vaak op buikgevoel. We worden vaak geselecteerd op 2 K's. Kennis en kunde. Welke diploma's bezit je en welke ervaring heb je? Diploma's zeggen weinig. Als diploma zal ik zeggen, dan zegt dit over de toenmalige discipline om de toenmalige belangrijke kennis om te zetten in toenmalige belangrijke diploma's. Ervaring kan zelfs gevaarlijk zijn. Als ervaring wordt omgezet in routinematig handelen, dan zit je in die experience trap. Het draait om 2 andere K's. Karakter versus klimaat. Op welke karaktereigenschappen moet je en kun je selecteren en welke klimaataspecten zijn belangrijk voor jouw organisatie om mensen op aan te nemen? Vaak worden de verkeerde mensen een baan aangeboden en de juiste mensen een baan onthouden. Mensen die de diploma nog niet beschikken, die wel gemotiveerd zijn, die wel bevlogen zijn om het meest actuele diploma te gaan behalen. Diploma's zeggen niet zoveel. Het draait om karakter. Talent is goed, karakter is alles. Mijn naam is Bas Korrel. Hoe zorg je ervoor dat je de bevlogenheid in jezelf, in je team en in je organisatie tot optimale vorm weet te bewerkstelligen?